Maatschappij er 1, hoofdstuk 6, paragraaf extra. Geweld, de gewoonste zaak van de wereld. We gaan eerst even kijken hoe geweld er vroeger uitzag. In de middeleeuwen was geweld de norm. Het was namelijk de tijd van ridders. Er waren in die tijd veel oorlogen. Geweld diende ook als amusement, dus ter vermaak. Denk verder aan bijvoorbeeld de heksenverbrandingen. Al met al kun je zeggen dat geweld in die tijd dus heel normaal was. Na 1500 verandert dat. Er komen nieuwe inzichten. De rechters in steden beginnen mensen die op het verkeerde pad zijn geraakt naar tuchthuizen te sturen. Daar worden ze heropgevoed, maar niet zoals we dat nu kennen. Nee, heropvoeding in die tijd ging door hard te werken. Daar weet je beter van. In Nederland in 1870 wordt de doodstraf afgeschaft. De hoogste lijfstraf verdwijnt daarmee dus uit Nederland. In het eind van de 20e eeuw beginnen we straffen anders te zien. Je ziet dan de opkomst van de taakstraf. Cellen worden verbeterd. Ze gaan van kleine vieze ruimtes naar kleine huiskamers. Straffen wordt menselijker. Toch zie je vanaf het begin van de 21e eeuw een tegenreactie. Er komt weer een roep om steeds zwaardere straffen. Dus hoe wij denken over straffen verandert steeds in de loop der jaren. Geweld, je krijgt er nooit genoeg van. Een van de belangrijkste veranderingen in onze tijd is de opkomst van videogames met daarin geweld. We spelen deze videogames en vinden het heel normaal dat daarin gemoord en geschoten en dergelijke wordt. Een kort voorbeeldje. Call of Duty Black Ops, rated M for mature. Geweld in games is dus eigenlijk ook heel normaal. Hoe ziet het in de rest van de wereld eruit? Is er nog steeds veel geweld op de wereld? Als je kijkt bijvoorbeeld naar het Midden-Oosten, worden daar regelmatig nog aanslagen gepleegd en is het niet veilig op straat. In Brazilië hebben ze bijvoorbeeld veel last van bendes. In de Verenigde Staten kennen ze het grootste aantal gevangenen van de hele wereld. In Afrika probeert een organisatie zoals War Child juist kindsoldaten te helpen. In China worden nog steeds de meeste doodstraffen per jaar uitgevoerd.